Nou, wat er veranderd is, is dat gewoon de frequentie van gebruikers is toegenomen. Het is vanuit de bodybuilding wereld werden middelen gebruikt. Ja. Er werden middelen ook via een zwart circuit aangeleverd. Ja. Dus er ontstond een situatie dat het verkrijgen van die middelen makkelijker werd. Ja. Dat de kennis toenam, althans de kennis die men verkondigde in het wereldje. Ja. En daardoor kon het makkelijker bij sportscholen verkregen worden. En de frequentie van het gebruik nam wel toe, ja, maar wel zeg maar gepolariseerd in bepaalde sportscholen, bepaalde kernen. Ja. En dat is duidelijk eigenlijk de grote verandering geweest. Ja. En ook het geaccepteerd zijn dat mensen het gebruikten. Ik kan me herinneren dat ik een keer gebeld werd door een vrouw. En die zei, goedemorgen dokter, mijn man die doet een fitness en die gaat anabole steroïden gebruiken. Dan wil ik even een afspraak voor hem maken bij u voor een controle. Ja, ja, ja. Zo van, ja, het hoort er gewoon bij. En dat was vroeger niet denkbaar? En dat was, nee, dat was vroeger was dat, ja, was dat heel anders. Dus zowel toch een toename en... Het kan zijn dat die op een gegeven moment wel gestabiliseerd is, ik ken daar geen cijfers van. Ja. Maar ook zeg maar, het geaccepteerd zijn dat, hè, dat gebruik. Ja. En ja, dat is toch wel een verschil met de van oorsprong serieuze bodybuilder die het echt gebruikte in combinatie met intensieve training. Dus als ik het goed begrijp dan... is het meer mainstream geworden. Eerst was het een selecte groep en nu is het een bredere groep. Ja, ja. Ja, met zeg maar een grotere variatie in mensen die daarmee bezig zijn. Ja. Vroeger had je de bodybuilder of de powerlifter. Ja. En op een gegeven moment zag je dat overgaan van, nou, dan had je een bodybuilder en een powerlifter, maar ook zeg maar wat andere gevechtsporten. En dan kreeg je degene die problemen had met zijn uiterlijk en die wilde ook gespierd zijn, die ging het gebruiken. Ja. De smalle adolescenten die gingen het gebruiken, de mensen die zich onzeker voelden, die wilden ook zo stevig uitzien. Ja. Dus je kreeg een hele scala aan kenmerken van mensen die daar zich mee bezig hielden. Ja. En ja, dat was natuurlijk ook voor een deel gestimuleerd door de partij die die middelen verkocht. Want als je je marktaandeel vergroot, dan is dat een hoger inkomen. Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat soort facetten speelden wel mee, denk ik. Ja, ja. Ja. Ik had wel in de week, niet dagelijks, want... maar wel elke week zag ik een aantal van dit soort mensen wel. Maar de frequentie waarmee je ze zag, er waren ook een stel die gewoon één keer kwamen, die zag ik nooit meer. Ja. Dat gebeurde ook natuurlijk, hè. Die waren een beetje aan shoppen en ja, als ze een boodschap meekregen die ze eigenlijk niet wilden horen, ja goed dan. Hè? En sommigen zag ik één keer in de paar maanden. Ja. En er waren ook mensen, zag ik elke maand en die belden op omdat gewoon... Ja, ze mij eigenlijk nodig hadden om op het goede pad te blijven. Ja, dus die ja, bepaalde middelen gebruikten of in te grote hoeveelheden. Ja. Op het moment dat dat dan weer dreigde te gaan gebeuren, maakte ze een afspraak bij mij en kon ik ze weer even wat gezond verstand bijbrengen. En dan ging het weer goed. Dat is de categorie die ook een afhankelijkheid had... gekregen. Ja. En ja, waar ik dan de grootste moeite moest doen om een psycholoog te vinden die daar wat mee wilde doen. Ja. Dat was gewoon een schier onmogelijke zaak. Alleen aan het eind van een carrière heb ik dan een psycholoog gevonden die daar wat mee wilde doen. Ja. En dat vond ik wel jammer, want het waren vaak relatief jonge mensen, ja, met serieuze psychische problemen vaak, onder het oppervlak, ja, die in een wereld zaten die hun problemen niet ging oplossen. Nee. Alleen maar versterkte of op zijn minst continueerde. Ja. En daar ging de begeleiding verder dan alleen maar bloed prikken en advies geven over de kuren. Ja, ja, ja. Ja, dus
En daar moest je soms wat meegaand zijn. En soms moet je gewoon streng zijn. Ja, ja. Dat hangt een beetje vanaf van wat is het voor iemand. Hè? Kijk, als het een wedstrijd bodybuilder is, dan is het heel iets anders dan die leptozoomknul die via de huisarts komt, dan dat hij ook anabolen wil gebruiken om breed te worden. Ja. Maar de insteek was ook bij die wedstrijd bodybuilder bijvoorbeeld, dat je zegt, ja, je gebruikt al die middelen, maar wat is je doel? En dat vertelde ik altijd, dat in bodybuilding, maar ook in elke andere sport, zijn er een aantal dingen zijn belangrijk. Dus de eerste plaats is je aanleg. Ja. Heb je aanleg bijvoorbeeld voor die sport die jij wil doen, met bodybuilding, de wedstrijd bodybuilding. Ja, en de tweede plaats is de kwaliteit van je training is van belang. Ja. En de derde plaats is de kwaliteit van je voeding. Ja. De vierde plaats de kwaliteit van je supplementen die je gebruikt, mineralen, vitamines, eiwitten. En in de vijfde plaats komen erogene middelen, anabolen, hormonen, groeihormonen te sprake. Ja. Zeg maar, als je het omdraait, dan wordt het niks. Ja. En je kunt nog zoveel anabolen nemen als je slecht traint en slecht eet en niet rust. Ja. Dan wordt het niets. Hè? Je had van die gasten die ook een centje bijverdiend om hun hormonen te kunnen betalen. Ja, die stonden dan aan de deur van een nachtclub of zo ergens in Antwerpen of zo. En dan gebruikten ze amfetamine om wakker te blijven. Ja. Ik zeg, ja, dit gaat er niet worden. Nee. Enerzijds wil je anabole status van je lijf creëren, om breder te worden. Ja. En anderzijds heb je een katabole status doordat je met amfetamine en nachtwerk de boel afbreekt. Ja. Dus je probeert eerst duidelijk te maken, heb je al aanleg voor de sport? Is het idee wat jij wil bereiken, is dat überhaupt wel haalbaar? Ja. Nou, en dan ging je praten over training. Ja, ja. Ik heb zelf altijd getraind. Ja. Ik heb training gegeven, ook op krachtsport. En dus dan ging je, ja, hoe doe die training zus en zo? Ja, en hoe weet je nou dat je vooruit gaat? Nou, en dan kreeg je het aspect van de voeding. Ja. Ja, en dan zei ik wil een voedingsanalyse van je hebben, schrijf maar op. Ja. Nou, en dan kon je daar weer wat bij sturen. En dan kreeg je eiwitten, ja, wat voor eiwitten en hoeveel en wanneer. En nou ja, en dan probeerde je daar toch een stuk gezond verstand in te krijgen. En dan uiteindelijk kreeg je dan die anabolen of die groeihormonen. Ja. En dan hadden ze een kuur en dan zeg ik, ja, waarom is dat dan zo? Ja, dat weet ik ook niet, want dat hebben ze zo voor me opgeschreven. Ja. Ja, en dan gebeurde het bijvoorbeeld wel eens dat ik zei, ja, ik denk dat ze dat zo opgeschreven hebben, omdat dat hetgeen was wat ze op voorhoud hadden. Ja, ja, ja. Snap je? Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, nou. En wat ik dan ook altijd deed, probeerde een beetje een scheiding te maken in anabolen met vooral, hè, zeg maar, de androgene component en de anabole component. Ik zeg, ja, daar moet je ook een beetje naar kijken. Ja. En middelen waarvan ik het idee had, nou ja, dat is wat minder riskant in bijwerkingen. Ja. En dan met name de dosering. Zeg, waarom moet je zoveel gebruiken? Ja. Hè? En controleer je dan of je vooruit gaat? Heeft het dan effect? Ja. Hè? Ben je er dan mee opgeschoten? Nou ja, en dan gewoon ze leren nadenken van waar ze mee bezig waren. Ja. Nou, en zoals gezegd, ik deed ook een somatotyping in de zin van hoe ben je gebouwd. Ja. Nou ja, lengte, gewicht, hartfilm, ECG, spieren, gewrichten nakijken. Omdat sommigen ook wel eens klachten hadden van met name de schouders of de rug. Ja. En bloedonderzoek, en dat deed ik dan vrij uitgebreid. Ja. Maar ook gericht op trainingsbelasting, hè? Van je kunt toch kijken naar bepaalde spierenzymen en ja, die kunnen wel eens verhoogd zijn als iemand net een spuit met anabolen heeft gezet, maar ja, een beetje bodybuilder die heeft dan toch een behoorlijke hoge dosis van die spierenzymen in zijn bloed, dat hij hard traint. Ja. En sommigen, dat waren dan die jonge gasten die pas begonnen, zeggen ja, je traint helemaal niet, hè? Wat heeft dat nou voor zin? Ja. Ga eerst maar eens hard trainen. Ja. En ga dan maar eens denken hoe je dan verder wil gaan. Ja. Nou, dus daar was ik gewoon best kritisch in. Hè? Dus dat, nou goed, en in dat bloedonderzoek dan, ja, keek ik ook naar die hormonen, naar de eventuele bijeffecten van die middelen. Ja. En dan gebeurde het ook wel eens. Ik heb een aantal keren gehad dat ik zei, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet, je gebruikt dat en dat. En ik zit in het bloed, vind ik dit en dat. Dus ik heb ook wel eens via de KNP, via mijn apotheker die heel behulpzaam was, een aantal middelen gestuurd om te laten testen. Ja. Ja, dat ging er met name om het groeihormoon en ook een paar anabolen, maar vooral het groeihormoon.
Ja. In die beginjaren dat zo'n opmars maakte. Ja, ja. Ja, en daar zat dus niks in, hè? Daar zat dus niks in. Ja, dus dat, dus ja, goed, toen begreep ik waarom die bloeduitslag was zoals die was. Lichaamsbeeld? Ja, dat denk ik wel, ja. Ook in die praktijk? Ja. Ja, mensen. Ja, waarom staan dan al die mooie foto's in die bladen? Ja. Ja, dat is toch een voorbeeld van waar ze naartoe willen. Ja. Ja, dus dat, en daar zit een associatie aan van ja, als ik er zo uitzie, dan heb ik misschien wel een mooie vriendin. Ja, of heb ik misschien wel aanzien in de groep waar ik zit. Ja. Ja, dus dat, kijk, want de categorie, bijvoorbeeld powerlifters die ik had of zo, of gewichtheffers echte bodybuilders, daar speelde dat veel minder. Ja. Die hebben een doel in hun sport. Ja. Dus je hebt eigenlijk de sporttak, los of dat een officiële wedstrijd is, maar de sportmensen, en je hebt de groep die andere bedoelingen heeft met dat gebruik. Ja. Dat zijn aparte categorieën. Ja. En met die sporters, dat is een stuk makkelijker werken, omdat je daar niet zo snel dat verslavingseffect hebt. Want die zien dat ze vooruit gaan, die hebben een doel. Ja. Ja. Maar je hebt die andere groep, ja, die zijn eigenlijk ongeschikt voor die sporten, die gaan toch die middelen gebruiken. Ja. Nou, dan denk ik dat dat een belangrijke categorie is, omdat daar ook mentale problematiek een rol kan spelen, zoals bodymorphic dysfunctie. Ja, en van die bodybuilding groep, daar krijg je als ze ouder worden een groep die niet meer de buiten kan, omdat ze zien dat ze er minder fors gaan uitzien. Dus dan heb je ook een categorie die dan uiteindelijk een stukje nostalgie krijgt naar hun oude beeld. Ja. En dat snap je? Dus, dus daar moet je wel op bedacht zijn. Maar nogmaals. Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Ga je. Kijk, je het doel is de gezondheid van die sporter. Ja. En je probeert ze te minderen totdat ze in een gebied komen wat dichter bij die gezondheid ligt. Althans bij de gezondheid, zeker op de langere termijn. Ja. Want je ziet natuurlijk wel effect in dat lichaam op het moment dat ze zo'n kuur gebruiken, maar het gaat erom van wat houden ze eraan over. Ja. En je probeert om het gebruik in de jaren zo kort mogelijk te houden. Ja. En dat zei ik ook wel eens tegen huisartsen. Ja, als ik die jongen zover heb gekregen dat hij 2 kuurtjes per jaar gebruikt in plaats van 6, heb ik al gezondheidswinst. Ja. Ja? Ja. Als ik zeg dat hij moet stoppen, is hij weg en dan gaat hij misschien wel naar 8 kuurtjes, want er zit iemand achter die wat wil verkopen. Ja. Ja, dus ik zeg, en misschien dat we volgend jaar van die 2 naar 1 gaan. Zo moet je. Maar nogmaals, ik probeer te voorkomen dat mensen op latere leeftijd zeggen, ik wou dat ik die sport nooit gedaan had. Ja, ja. Dat is mijn motivatie voor die sportgeneeskunde. Ja. Ik wou dat ik vroeger die sport nooit gedaan had. Ja. Nou, die constatering op latere leeftijd, die hoop ik bijna ook mensen dat ik die daar voorkomen heb. Dus ja, dat is eigenlijk. Lijkt me een mooie afsluiting. Ja.